Ik wil iets vertellen over de achtergrond van Spanje en de Flamengo. Want de meeste mensen hebben misschien wel een beeld van Spaanse muziek, of wat Flamengo is. Ik moet iets over zeggen. Kijk, ik moet even gedachten, als het ware, een kaart van Spanje zien. En voorstel, Spanje, dat is die grote schoen. Daar in Portugal, zo op de Middellandse Zee. Daar zit het beneden. Spanje. En de Flamengo is geboren in Zuid-Spanje. Dat komt uit Spanje. En in feite is de Spanje een land, is een sneltoes van veel beschavingen. Al ver voor de Arabieren met het overheerst. Door de Tartese, de Cartaginese, door de Romeinen. Heel veel invloed. Het maakt eigenlijk deel uit van de mediterrane cultuur. Het is een hele belangrijke cultuur. Maar het is een mediterrane. Op zich is Flamengo niet eens zo heel erg oud. Maar je kunt wel zeggen dat de Flamengo eigenlijk een soort metamorfose is van de Spaanse volksmuziek. Dat wil zeggen, wat we zeiden, Spanje is een land vol folkloremuziek, elke keer, in heel Spanje. In de noorden is het wel invloed van de Kelten bijvoorbeeld, Galicia, Gallië, het zijn Keltisch. Dus heel veel invloed in Spanje. En eigenlijk, de laatste grote overheersing van de Arabieren, die begon zo in de 700 zoveel. Tot 1495, dus heel erg in de 100 jaar gezeten, en vooral in Zuid-Spanje. En toen dus op een gegeven moment, zeg maar de Spaanse, noemen ze los Reyes Católicos, de kracht van de koning, en uiteindelijk 100 jaar. De historia más larga. Granada, was de laatste bolwerk. En toen een andere tijd Spanje kon hier. Spanje had trouwens zeggen, toen de Arabieren verdwenen, nog niet echt een eigen gezicht. Het is pas later gekomen. Ik kan wel zeggen, zo in de 16e eeuw kwam er opeens een nieuw.
man zal zeker de vorm genomen.